Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Mara's Brownie. Brownie is vandaag jarig, dus dat ga ik voor jullie vloggen. En ik heb nu eerst school tot 4:05. En daarna ga ik naar Brownie toe. En dan gaan we poetsen en lekker knuffelen. En mijn paardentaart geven. Over hoe je die paardentaart maakt, daar doe ik een aparte video over. Maar misschien ga ik ook nog rijden, maar dat weet ik dus niet. Maar ja, dat ga ik dus wel even allemaal vloggen voor jullie. Dus ja, veel kijkplezier. What am I gonna do, girl? You're looking so fine. Ben ik weer. Ik heb me even omgekleed. Ik heb mijn paardenkleren aan, zeg maar. Mijn sokken, mijn rijbroek. Ik ga niet rijden. Ik ga hem gewoon lekker vertroetelen. En mijn shirt heb ik dan aan. En ja, ik kom net uit school. Dus ik heb meteen omgekleed. En ik heb even gegeten. En met over een kwartiertje waarschijnlijk ga ik naar stal. Dus toppie. Ja. Ik weet nog niet wat ik allemaal ga doen. Vooral veel foto's maken, dat wel. Ja, dat is het wel. Nou, ik ga nu naar de manege. Ik heb mijn jas en hier zitten slingers in. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, want er zijn kinderen aan het spelen ofzo. Oh, het is handig als ik de auto open doe. Voor foto's. Oké. En ik heb hier mijn cameratas. En dan ga ik zo lekker naar de manege. Dus, oké, want de achterbak ziet er echt gewoon alleen maar uit met paardenspullen. Oké, en dit zijn dan hele mooie hondenkoekjes. Dit is mijn barbecue-pad. Hier is nog het zakje. Hier is het allemaal spullen in. Dit is allemaal paardensnoep. Hier het halster. Nou, echt allemaal mooi. En ik ga bijna mijn neer. En ik ga hem van hem afhalen. En hij heeft een heel mooi blauw deken. Hebben jullie waarschijnlijk nog wat gezien. Alleen kijk eventjes hoe hij mij nu aan staat te kijken. En wat voor deken, wat voor kleur het nu is.
Dus ik ga nu even snel knappen. Voilà, laat ik hem altijd even eten. En meestal doe ik dan het hek dicht. Nou, heb me... Oh, ja joh, trek de halser. Heb me pony eindelijk. Hij is wel een beetje... Wel een beetje vies. Ja joh. Hallo. Kom hier joh, van je zak. Kom. Hallo. Mijn pony is lekker vies. Ben je wat doen? Ja, je kan niet eens zien joh. Ja, niet zien dus. Nou, ik ben dus wel goed. Zo. Oké, doe ik. En zij heeft een heel paard hè. Dit was ooit zo met de voetje. Ik kan heel veel van Dylan. Ik ben Dylan bijten. Oké, nou pak me dan. Dat staat erop. Zij heeft ook drie dingen. Ja, we hadden hier ook drie dingen zitten. Drie pony en twee shitjes. Een paardje hoor. Geen pony, heel veel dat. Oh ja. Mam, we zijn helemaal zwart. Helemaal mooi. Lekker scherp ook vooral. Nou, ik ben nou even met hem aan het, zo, aan het stappen, want we hebben even zijn benen nat gemaakt, want zijn witte voetjes zag er niet uit. Nou is die weer mooi wit. En dan gaan we hem nu mooi maken en verjaardagfoto's maken. Dus ja, brownie! We hebben hier slingers en nog een pakje slingers. En mijn moeder is nu een 8 aan het opblazen, dat is zo'n plastic 8. En ik ga hem nu even... lekker versieren met dit. Nou, Brownie heeft even slingertjes om. Hij vindt het wel allemaal een beetje eng. Omdat dit de eerste keer is dat ik het met slingers en zo film. Meestal geef ik hem gewoon een taart. En kijk, we hebben een 8. Dus ja. Yeah. Ik ga even foto's maken. Nou, ik zit nu op Brownie en we hebben net foto's gemaakt en ik denk ik ga even met Necro ga ik eventjes stappen. Alleen liep hij de verkeerde kant op, hij liep die kant op naar zijn land. Dus ja, ik zit nu met mijn touwtje, buiten de bak ook nog gewoon, zit ik hier. En de foto's laat ik aan het eind van de video laat ik nog wel even zien. Ga je de puik ruiken? Ja, ik weet dus niet zo goed wat ik nu nog moet doen. Ja, ik krijg straks taart. Ik weet niet, wat ben je aan het doen, joh? Hè? En, ja. Straks gaat hij denk ik weer het land op. En dan, ja. Hier ben ik dan met de taart. En daar staat Brownie, die staat eventjes buiten. Zet ik de taart even neer. Ja, maak ik jou eventjes los. En dan zeg ik tas toe. Vind je hem lekker? Happy birthday. Oeh, lekker smikkelen. Nou, hij is goedgekeurd. Dus hij heeft een topverjaardag gehad, denk ik. Nou, ik ga hem nu op het land zetten. Ik ben klaar. Ik ga zo naar huis. Ik ga nog eens wat drinken. En dan ga ik hem op het land zetten nu. En ja. Lol. Doei pony. Ik zie je morgen wel weer. Hoi allemaal, ben ik weer. Ik ga de vlog afsluiten. Want ik ga nu naar huis. Brownie staat weer op het land. En ja. Yeah.
Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te steken. En tot de volgende keer!